zij heet Madeleine. Zij stond ik op Esther's tweede vrouw, pas 19 jaar een schaap. Maar zo gelukkig met een gloednieuwe echtgenoot, die toevallig ook miljonair is en ouder is dan haar vader. Ze waren dus nog maar net getrouwd, toen kreeg ze ineens zo'n dikke buik. Toen hebben ze snel de benen moeten nemen naar Parijs voor de roddelpers. Die vreselijke roddelpers. Meneer en mevrouw Isidore Strauss worden verwacht in salon suite B55. Is het geen enig stel zo bescheiden? Hij en zijn broer zijn samen de eigenaar van Macy's Warenhuis. Van Macy's Warenhuis. Niet gek? En hij was politiek adviseur van de president. Bovendien is hij lid van de Senaat geweest 4 jaar lang. En toch al 40 jaar getrouwd met Ida daar. Ze kwakkelt nogal. Daarom gaan ze vaak overwinteren aan de Franse Riviera. Franse Riviera. Meneer Benjamin Guggenheim en gezelschap vindt zijn speciale suite op het A-dek. Heeft miljoenen in erts en goud, zwemt in de centen. $4500 voor de Louis XIV suite. Daar zwelgt hij lekker in luxe en lust met zijn nieuwe maîtresse. En dat noem jij eerlijk? Dat heet nou eerlijk. Meneer en mevrouw George Weiner kunnen direct doorgaan naar promenade suite B51. Hij is de rijkste man van Philadelphia. Meneer John B. Thea met vrouw en kind, promenade suite B58. Vice-president van de Pennsylvania Spoorweg. Mevrouw Charlotte Drake Cardoza, suite B54. Niemand weet precies wie ze is, maar er stond in de krant dat zij de duurste suite heeft van het schip. Ze mag met 14 koffers vol haar huis, apotheek, haar kussens en beddengoed, met 14 Pekingese aan boord. Ze moet wel iemand zijn, ze moet...